de huidige arbeidsmarkt weet u ook dat er een gigantisch tekort is aan technisch geschoolde mensen. En met de Triple T High Tech Academy willen we net dat extra setje geven om een technisch beroep aantrekkelijker te maken voor de huidige arbeidsmarkt. Op dit moment is de opleiding nog bedoeld voor studenten die bij een van de drie high-tech bedrijven werken. Dat is VDL, ETC en Benchmark. Maar we willen heel Twente bedienen. Dus in de toekomst zullen ook studenten van andere bedrijven die werkzaam zijn bij andere bedrijven kunnen ook meedoen. De technische lessen worden verzorgd bij het ROC van Twente. En daarnaast bieden wij deze studenten ook nog de power skills aan. Dat zijn eigenlijk de lessen waarin ze zichzelf beter leren kennen. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, et cetera. Dus echte verhoging van hun eigen inzicht in hun eigen kennis en wie ze zijn. En de fysieke trainingen, die hebben we ook nog. En die hebben we heel bewust ingebouwd om studenten te laten merken dat ze, wanneer ze af en toe over hun eigen grens gaan, dat je veel meer kunt dan dat je van tevoren zelf denkt. Nou, wij zijn natuurlijk op voetbalgebied dagelijks met de fysieke ontwikkeling van mensen bezig. De studenten die dit traject, deze opleiding doorlopen, die willen naast wat soft skills ook wat fysieke ontwikkeling doormaken. Nou, daar kunnen wij als club kunnen wij daar een hele grote en belangrijke rol in pakken. Advies op het gebied van voeding, op het gebied van bewegen. Hoe blijf ik gezond? Hoe blijf ik in balans? Communicatieve vaardigheden, het werk in teamverband. En zo proberen wij die mensen een groot stuk mee te geven in hun opleiding, zodat zij zich doorontwikkelen in hun eigen functie binnen het technische bedrijf. Iedereen heeft zijn eigen praktijkbegeleider. Die begeleidt jou door de periode van de Triple T. Die begeleidt jou daarin. We hebben om de week hebben wij een stukje sport en een andere vrijdag een deel daarvan doen wij. Een deel daarvan pakken we een deel van communicatie, een deel van stress, hoe je stress beleeft op je werk. Daarin gaan we dat allemaal benoemen en zo krijgen wij les van de trainers. Daarin worden wij begeleid in hoe wij op de situaties kunnen reageren. In het sportgebied, daar worden wij uitgedaagd door onze doorzettingsvermogen, wat wij weer kunnen gebruiken in onze dagelijkse werkleven. De eerstejaarsstudenten hebben inmiddels een certificaat gekregen. Wat kun je zeggen over hun ervaringen? Ze waren dol enthousiast. We hebben 2 weken geleden hebben wij de nieuwe groep hebben verwelkomd. En we hebben ook een gesprek gehad met de oude studenten waar ze het certificaat hebben gekregen. En zij waren heel enthousiast. De bedrijven zijn heel enthousiast. Wij zijn heel enthousiast. Dus we gaan door.